Hallo allemaal en welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een topmodel video voor jullie. Ik heb hier het boek al liggen. En ik heb besloten om vandaag een jurk van nagellak te gaan maken. Ik heb deze drie kleuren bij elkaar gepakt. Dus ik heb een beetje paarsachtig. Mint, dit is groenig. Doet me een beetje denken aan de veren van een pauw. Nou, de paarse is gewoon effen. Het zit een beetje richting het roze toe. En dan heb ik hier deze hele lichte mintkleur. Ik hoop dat die goed dekt. En met deze drie ga ik dus een jurk maken. Eerst even een pagina opzoeken. Eens kijken. Oh. En deze is nog met slijm en klei gemaakt. Even kijken hoor. Ik heb het liefst een die al huidskleur heeft. Dus geen heel wit ding. Ik neem deze maar. Dit is een vrij lichte huidskleur. En ik haal deze eruit. Want ik weet niet of nagellak echt direct door de pagina heen gaat. Dat het doordrukt en dan op een andere pagina terechtkomt. Dat zou ik een beetje zonde vinden. Dus dat boek leg ik opzij en ik gebruik gewoon deze bladzijde alleen. Ik maak in ieder geval een mooie avondjurk. Dat vind ik toch wel het leukste om te doen. En ik begin met deze die me dus doet denken aan de veren van een pauw. Ik vind het een hele mooie kleur. Ja, ik zou toch zeggen groen. Hij zou ook blauw kunnen zijn. Het gaat niet heel soepel. Het kost echt een beetje moeite om dit goed te krijgen. Met één bandje erbij maak ik hem nu. Ik probeer een beetje een soort overgang erin te krijgen. Het glanst wel heel mooi. Nu nog de kleuren goed krijgen. En het drukt niet door. In ieder geval de kleur niet. Het kan wel zijn, dat is moeilijk te zeggen als er niks om ligt van papier, dat het een beetje vochtig is. Nou, ik zie meteen al dat dit hem niet helemaal gaat worden. Die tweede kleur die dekt niet goed. Je krijgt er wel een mooi kleurverloop mee. Maar ik moet dus op zijn minst tot de bovenbenen wat donkerder maken. Dus dit was een slechte keuze. Je kan het wel een beetje mengen. Zolang dat groene dus nog niet droog is, lukt dat. Maar ja, het lukt niet om hier echt een goed dekkend stuk mee te maken. Het is heel transparant en dat wil je niet voor een jurk op die hoogte daar. Dus even verder met de groene. Ik vind het effect wel heel mooi. Maar ja, niet op deze hoogte. Dat is niet zo fancy. Wordt in ieder geval een lange jurk. Een heel stuk langer dan dat hij nu is. Ongeveer ter hoogte van de knie hou ik op met deze kleur.
En dan ga ik gewoon weer verder met de lichte mintoon. Ik laat dat zo door elkaar lopen. En dan wordt het aan de onderkant mooi transparant. Zo zie je ook dat het uit meerdere lagen bestaat. Ik moet wel goed uitkijken dat ik het niet te veel vermeng. Want dan krijg je dus een soort van gat waar het doorzichtig wordt bij het donkergroene. Dat was niet helemaal de bedoeling. En hier de onderkant vind ik heel mooi. Het doet me een beetje denken aan veren. En dat past dan weer mooi bij de kleur die me aan een pauw deed denken. Nou komt als laatste nog de paarse nagellak erbij. Daar maak ik de schoenen van. Het liefst zou ik hier ook nog wat haar mee doen. Maar eerst mijn schoenen. Dit lukt toch wel redelijk zo. Ik vind schoenen meestal lastig, maar dit gaat niet heel verkeerd. Het is niet perfect, maar het kan ermee door. Mooi contrast ook met de jurk. En dan heeft ze nog een kapsel nodig. Ik heb per ongeluk de jurk aangeraakt. Dat was niet heel handig. We doen gewoon even alsof dat niet gebeurd is. Misschien in de toekomst een keer vingerverven. In ieder geval ga ik nu verder met paars op het haar. En dat dekt niet helemaal geweldig, want het bruin schijnt nog door. Ik probeer er overheen, nou ja, het lukt wel om er overheen te gaan, maar het dekt dus niet perfect. Misschien als ik er meerdere lagen zo overheen doe straks dat het dan lukt. Nou, het... lukt niet heel erg. Ik houd haar kort. Dit was niet mijn beste idee van de dag. Nee, dit wordt niet echt veel beter. Ik denk dat ik echt 5-6 lagen moet doen. Nou, het blijft een kort kapsel, bijna kort pittig. Maar goed, de jurk was wel goed gelukt. Daar ben ik in ieder geval heel blij mee. En ik vind eigenlijk dat dit wel een heel mooi effect is dat je zo kunt bereiken met nagellak. Dus vooral het kleurverloop. Ik ga ondertussen nog even verder met dat haar, want het frustreert me dat dat niet echt wil lukken. Maar het
langzaamaan gaat het dekken. Ik zei toch 5-6 lagen. Misschien dat je vanuit de verte kijkt dat je dan niet gelijk ziet dat er nog een donker stuk onder zit. Ja, dit is dan zo. Kapsel hou ik kort. Ik vind de jurk in ieder geval heel erg mooi geworden. Zeker met het verloop. Het heeft ook een soort parelmoerglans die ik ontzettend mooi vind. Ja, ik hoop dat jij deze jurk ook mooi vindt. Dat je deze video leuk vond. Als het zo is, laat me dat weten door de video een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. En ik hoop natuurlijk dat je je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk even op het klokje naast de abonneerbutton, zodat je nooit meer een video van ons mist. Of nou een topmodel video is of een van onze andere. Ik hoop dat je je abonneert, dan zie ik je in de volgende video weer. Dus tot dan en dag!